Over niet al te lang zou bij jullie nu ook op YouTube de mogelijkheid moeten kunnen zijn om met de stream mee te werken. Jullie zien hier een heleboel code. Ik heb deze code van tevoren natuurlijk geschreven. Wat we gaan namaken vandaag is dit spelletje. Een spelletje waarin je een balletje hebt. Dit noemen we ook wel pong. En daarin zit de score. Het balletje kan steeds verder gaan en we willen ook zorgen dat allebei de paddles die we zien, dat die te bewegen zijn. Ja? En misschien valt het al op dat elke keer als het paddeltje geraakt wordt, dan horen we een geluidje. Dus dit... Ja, en dan komt hij eruit. Hier komt hij eruit. Oh, zou degene die dan hier... Zorg dat je, als je via de iPad... meekijkt, dat je hem, dat je oortjes in doet, zodat je niet, zodat anderen niet steeds horen wat er bij jou gaan is. Ja. Dan zul je even goed moeten kijken of, of je niet per ongeluk in hoofdletters typt of iets anders, want iets wat je doet van deze week is anders dan de andere weken, waardoor je dus helaas op dit moment het niet goed gaat met inloggen. Ja, je moet naar de live video. Meneer Huibens. Mijn kanaal is meneer Huibens. Ja? Oké. Okay. Nou, we gaan dus beginnen met een nieuw project. Wat ik de vorige... Dan ga naar code.org. Op de computer. Ja? En dadelijk zal dat wel tevoorschijn komen. Desnoods ververs je hem even... wat ik de vorige keer vergeten ben met jullie direct te doen, is even de naam te veranderen. Het is wel zo handig om, als we een project hebben, dat we altijd beginnen even met onze naam goed te zetten. Ik wil jullie vragen om een pong te noemen. Je kunt op hernoemen drukken, linksbovenin. Noem een pong en dan je voor- en achternaam alsjeblieft erachter. Dat is voor mij wat makkelijker. Ik krijg dadelijk een hele lijst aan verschillende pong-projecten. En dan is het voor mij net iets makkelijker om die ertussenuit te vissen door je voornaam en achternaam erbij te zetten. Dan mag je op opslaan drukken. We zien een leeg project. Begin een leeg project alsjeblieft. Ja. We zien een leeg project. In een leeg project hebben we de vorige keer besproken. Bovenin... voor de function draw is alles wat we in het begin willen initialiseren. Alles wat we maar één keer hoeven te doen. Alles wat in de function draw zit, is wat we nodig hebben om die frame te maken, te bouwen. En dan, als we die frame helemaal getekend hebben, op het scherm te laten zien. En we werken met dit programma met 30 frames per seconde. Dus er worden 30 plaatjes per seconde gemaakt. Oké. Okay. Wat we als allereerste gaan doen is we gaan sprites maken. We gaan zorgen dat we twee paddeltjes hebben die we aan de zijkanten kunnen laten bewegen. En misschien weet je het nog, als we een sprite willen maken, moeten we een animatie maken. Dus ga alsjeblieft naar animatie toe. Druk op de knop animatie. En als we op de knop animatie hebben gedrukt, dan zitten we in dit scherm. Dames en heren, kijk eens mee. Dit scherm wil ik hebben. Dat doe je door op animatie te drukken. Ja. Yep. Dan gaan we een nieuwe animatie aanmaken. En we gaan er zelf eentje tekenen. En als we die zelf getekend hebben. Op dit moment is mijn animatie, dat zien we hier onderin, 100 keer 100 pixels breed. Dat willen wij aan gaan passen. Dat kunnen wij doen door op deze paarse knop te drukken, genaamd Resize. Als dat doet, komt dit tevoorschijn. Dan wil ik de knop Maintain Aspect Ratio uitzetten. Wat betekent dat namelijk? Dat betekent dat als ik de aspect ratio houd, dat als ik de breedte verander, dat die de hoogte ook direct verandert. Maar dat willen we niet. Want jij is nu 100 bij 100 en ik wil niet een vierkant paddeltje, maar ik wil een rechthoekig paddeltje. Dan maak ik van de width 20 en de height 50.
Width staat voor breedte. Height staat voor hoogte. Engels voor die twee woorden. En daarna mag je op de knop resize drukken. Dan zien we dat nu ons grijze, ons grijs geblokte scherm ineens er dunner is. En die gaan we nu vullen met een kleur. Dat doen we door de Paint Bucket tool te gebruiken. Dat is de tweede knop van boven bij de dingen die we kunnen doen. En dan mag je hem vullen met zwart. Nou, het is automatisch aangeklikt, dus dan mag je hem vullen met een zwarte kleur. Door in het, als je de Paint Bucket tool hebt aangeklikt, gewoon in je schermpje te klikken, dan wordt hij in één keer helemaal zwart. Dan hoeven we alleen nog even de naam aan te passen van deze sprite. En die mag je speler noemen. Ja, de sprite noemen we speler. Als je het niet meekrijgt, pak je je iPad erbij. Ga je naar mijn livestream toe. En dan ga je eventjes terug. En kijk je op de iPad. Goh, wat deed de meneer nu? Hoeft niet, dat is aan jou. Hou er wel rekening mee dat dit programma hoofdletter gevoelig is. Dus dat als je nu spelen met kleine letters of met hoofdletter gebruikt, dat je dat de hele tijd moet doen. Nu, we hoeven dit niet twee keer te doen. We, met één keer hebben we al genoeg. Dus we kunnen terug naar onze code gaan. Waarom? We kunnen de sprite die we hebben gemaakt, kunnen we meerdere keren gebruiken. Wat we nu gaan doen, is we gaan voor allebei de spelers een sprite creëren. Dus we gaan naar sprites toe. En we pakken twee keer dat bovenste blokje van var sprite. En die zetten we onder elkaar. We willen namelijk twee van die paddles maken. We moeten dus twee sprites aanmaken. De ene noem ik speler 1. En de andere noem ik speler 2. Var speler 1, create sprite. En var speler 2, create sprite. Nou wil ik ze natuurlijk op andere plekken in mijn spel hebben staan. De een moet aan de linkerkant staan en de andere aan de rechterkant. En bij speler 1 zorg ik dat de x-waarde 10 is. En de y-waarde mag je op 200 laten staan. Bij speler 2 moet de x-waarde 390 zijn. En de y-waarde 200. En kijk goed waar jouw var sprites staan. Want die moeten boven de function draw zitten. Is het een hele korte vraag? Of? Nee, ik heb al gezegd, dus dat even terugkijken op mijn stream alsjeblieft. Ja? Oké. Nu hebben we de sprites gemaakt, maar die hebben nog geen plaatje erin zitten. Dus we moeten die tweede blokje moeten we nu twee keer pakken. We gaan namelijk die speler 1 set animation op speler zetten. En we gaan de speler 2 set animation op speler zetten. Dus nu heb ik twee sprites aangemaakt en de animations van die sprites heb ik op speler gezet. En als ik nu bij world nog even het blokje draw sprites pak en dan bow in mijn function draw plak. Dus ik wil naar world gaan. En daarna pak ik draw sprites en die plak ik in mijn function draw. Als ik nou op start druk, zul je zien dat ik hier aan allebei de kanten een zwart paddeltje heb. Doe nog verder niks, maar ik heb ze wel. Oké. Okay. Dit is al gelukt. Nu willen we natuurlijk gaan zorgen dat die sprites kunnen bewegen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even naar drawing toe. En pakken we dat bovenste background color. En die plakken we boven draw sprites. Dus we gaan eerst even naar drawing toe. Pakken we background, het background
blokje. En die plak je boven de Rasprites. En maak je er zelf even. Kies even een kleur uit die je zelf leuk vindt. Maakt niet zoveel uit welke kleur. Gewoon een kleur waarvan jij zegt. Dan vind ik dat mijn spelletje er net wat mooier uitziet. Nu gaan wij. Nu we een kleur hebben opgegeven. En we hebben onze sprites tevoorschijn gemaakt. Willen we natuurlijk zorgen dat onze paddles kunnen bewegen. En misschien weet je nog van de vorige keer. Daarvoor hebben we een if statement nodig. Wij willen gaan checken dat als we een bepaalde knop indrukken. Dat de waardes van mijn sprites gaan veranderen. Dus ik ga naar control toe. Vervolgens pak ik zo'n if statement. Zo'n als statement. En die plak ik onder draw sprites. En vervolgens wil ik dus gaan checken of er een bepaalde knop ingedrukt wordt. En dat doe ik door bij world de keydown blok te pakken. En bij if erin te zetten. En dan gaan we afspreken dat WS de linkse pedal gaat bewegen. En de pijltjes omhoog en omlaag de rechter. Nou. Dat betekent dat als ik de keydown W, wil ik dus mijn speler 1 gaan aanpassen. En welke wil ik gaan aanpassen? Ik wil dat de Y-waarde gaat veranderen. Waarom? Ik wil dat mijn paddeltje omhoog en omlaag kan. Ik wil niet naar links of rechts, ik wil alleen dat hij omhoog of omlaag gaat bewegen. Dus mijn speler 1.i, de plek, de i-waarde van mijn speler 1, die moet worden speler 1.i plus 5. En als ik dan op enter druk, dan krijg ik dit te zien. Dus als ik de W-knop indruk, dan gaat mijn paddeltje de verkeerde kant op. Ik heb ze nu zelf de fout die ik jullie al heel vaak heb gezegd om mee te waarschuwen, verkeerd gedaan. Want natuurlijk als de y-waarde omhoog gaat, dan gaat mijn paddeltje naar beneden. Nou, in de plaats van dit aan te passen, maken we hier gewoon eventjes S van. Dus if de key down S wordt ingedrukt, dan moet de y-waarde omhoog gaan. En nu dus, als ik de S indruk, gaat mijn paddeltje ook omlaag. Nee, dit is dus handig. Ik doe het al fout. Programmeren is een proces van constant fouten maken en weer oplossen. Nu zie je zelf al dat ik heb al heel veel spellen geprogrammeerd. Ook ik maak dit soort kleine fouten constant. Dus het is ook handig om tussendoor even te checken. Hey, heb ik het goed gedaan of niet? Nou, wat we nu dus gaan doen is we gaan zorgen dat we ook voor de W-knop een if statement gaan maken. Dus we pakken weer een if statement. We gaan weer de key down erin zetten. En dan gaan we checken voor de W. Dan willen we dus weer de i-waarde gaan veranderen. Dus speler 1.i moet speler 1.i min 5 worden. Want als ik i van de i-waarde afhaal, dan gaat mijn sprite omhoog. Nu hebben we dit voor speler 1 gedaan. Ik geef jullie even 1 minuutje om dit nu voor speler 2 te doen met de pijltjes omhoog en de pijltjes omlaag. Ja? We hebben dit nu gedaan voor speler 1. Ik wil dat jullie nu voor speler 2 zelf de code erin proberen te zetten om te zorgen dat die omhoog of omlaag kan gaan. En ik ga over 1 minuutje ga ik het verder uitleggen. Ja. Pijltjes omhoog en omlaag. Voor speler 2 met pijltje omhoog en omlaag zorgen dat die andere paddle dus op en neer gaat bewegen.
Ja. Welke omhoog en omlaag? Gaat het over x of y? Hoe kun je dat invoeren? Gewoon up. Up en down. Oh, dat is up en down. Oké. Minuutjes voorbij. Voor degene die dit gelukt is. Of die dat al bijna gelukt zijn. Heel goed. Ik ga het eventjes met jullie doornemen. Natuurlijk hebben we weer if statement nodig. Tweemaal. En we willen tweemaal checken met een key down. Of er een knop wordt ingedrukt. Dus ik pak eerst bij control 2 if statements. En daarna pak ik bij world 2 key down statements. De ene noem ik key down up. En de andere noem ik key down down. Dus dan krijg ik if key down up en if key down down. Vervolgens ga ik dus naar sprites toe en wil ik twee keer die sprite.i hebben. En die plak ik allebei daarin. En omdat het nu over de speler 2 gaat, de rechter gaat over de speler 2. Sprite krijg ik speler 2.i wordt speler 2.i. We willen omhoog, dus min 5. En bij de down, speler 2.i plus 5. En dan heb ik dit allemaal gedaan. Oh, moet ik wel bedenken dat ik ook hier speler 2 moet hebben staan. En als ik hem nou aanzet, kan ik beide paddeltjes op en neer bewegen. En nou inderdaad, onze eerste twee problemen hebben we nou opgelost. We hebben gezorgd dat we voor allebei een speler hebben. En we hebben gezorgd dat allebei die paddles bewogen kunnen worden. Oké, ik hoorde al, hij wordt hier al gezegd. Meneer, nu moeten we een bal hebben. Ja, klopt. En die bal, die gaan we maken bij... ik zie nog een paar. Ik geef even nog een half minuutje voor degene die dit bij aan het werken zijn. Zodat ze niet het gevoel hebben dat ze te snel gaan. Valt wel mee. En ik zal zo uitleggen hoe we dat allemaal gaan doen. We kunnen een bal maken en die een bepaalde snelheid en richting geven. Dat is wat we daar zo gaan doen. Oké, we gaan onze animatie maken voor de bal. Dus ga eventjes naar het stukje animatie. Ga naar het stukje animatie toe. En dan gaan we een nieuwe animatie maken. En teken weer je eigen animatie. Nu is weer hier onderin onze animatie 100 keer 100. Dus 100 pixels breed en 100 pixels hoog. Dat is te veel. Dit willen we aan gaan passen. We resizen hem weer. En nu willen we hem 20 bij 20 hebben. En daarna kun je op resize drukken. Controleer nu even of je onderin ook 20 keer 20 hebt staan. Of bij jou links, rechts onderin 20 keer 20 staat. Oké. Nu gaan we een cirkeltje maken. Een circle tool. We gebruiken de circle tool. De circle tool... Als we die willen gebruiken, eigenlijk maken we een vierkant waarin ze een cirkel tekenen. Dus begin met klikken helemaal linksbovenin. Sleep dan je muis helemaal naar rechts onderin, zodat je mooi een cirkel krijgt over je hele 20 keer 20 stuk. Ja, dus nog een keer, als je Ctrl-Z kun je het ongedaan maken. Je begint te klikken linksbovenin. En je sleept helemaal naar rechts onder. De circle tool. Hier eerst. Ja. Maar ik klopt niet, want ik zie. Ja. Oké.
Is het gelukt? Oké, we gaan even een... waarom kan ik nou geen kleur uitkiezen? We gaan hem even verder vullen. Zorgen dat hij gevuld is. Maar mijn kleuren doen het niet meer. Dat is een beetje vervelend. Nou. Sorry? Ik weet even niet meer. Is een van jullie er? Waar kun je? Ik ben even kwijt waar je de kleuren aan kan passen. Jullie hebben hem al gevonden. Moet je naar beneden? Naar beneden toe. Naar het zwarte vlakje. Naar het zwarte vlakje. Helemaal beneden. Naar beneden bij die vlakjes. Kijk, daar. Deze, juist. Dat was hem. En omdat ik te veel ingezoomd was, was hij weg. Oké, dan vullen we hem even met een kleur. Je mag zelf weten welke kleur. Ja? 20 bij 20, cirkeltje maken en dan vullen. Ja, leuk. Ik zie al sommigen daar hele plaatjes van maken. Heel goed. Ja, dat is goed. Oké. Hernoem je animatie alsjeblieft bal. Noem je animatie alsjeblieft bal. Oké. Nu we onze animatie hebben, gaan we terug naar onze code. En bij onze code gaan we helemaal terug naar boven. En gaan we weer een nieuwe sprite aanmaken. En deze sprite noemen wij bal. En die mag je gewoon laten beginnen op 200. 200. Dus we gaan naar sprites toe, pakken het bovenste blokje. Noemen die bal. En create sprite 200. Nu moeten we natuurlijk de animatie zetten. Dus, we pakken ook zo'n set animation. We zeggen bal.setAnimation en zetten hem vervolgens op bal. En als we hem nu aanzetten, hoppa, heb ik twee paddeltjes en een bal. Ja? Nu doet de bal nog niks. En dat is niet zo heel interessant. We willen natuurlijk dat ons balletje gaat bewegen. Nou is het zo dat hier in deze rij van allemaal eigenschappen die wij hebben in, van onze sprite, heet er eentje set, speed en direction. Eén van die eigenschappen heet set, speed en direction. En die zetten we onder de set animation. En vervolgens zeggen wij dat de bal punt set, speed en direction. De eerste is de speed, dus de snelheid waarmee mijn bal gaat. En de tweede is de richting in graden. En dan mag je hem even op de speed op 4 zetten. En de direction zetten we even op 135. Dat betekent dus dat op dit moment altijd mijn spel op dezelfde manier gaat beginnen. Hij gaat altijd met dezelfde hoek de bal laten bewegen. Dit gaan we uiteindelijk nog aanpassen, maar voor jullie even vooral van belang dat je weet, oké, dit werkt. We laten onze bal bewegen. Nu willen we natuurlijk ook dat onze bal kan ketsen, op afketsen op onze paddles. En daarvoor hebben we een, mooi stukje programmeercode. En die heet Bounce Off. Ergens in het midden zit een, bij sprites zit de, het blokje Bounce Off. En die willen wij twee keer plaatsen. En dan zeggen we bal.bounceOff op speler 1. En bal.bounceOff op speler 2.
Je ziet daar ook collide en bounce. Bounce betekent dat allebei de sprites weggeketst worden. En collide betekent dat ze tegen elkaar aankomen, maar dat ze dan allebei stoppen. Dat ze stil komen te staan. Bounce off betekent dus dat degene die wij zeggen dat die eraf moet ketsen, dat die de enige is die dat doet. Dan zou ik heel even kijken waar jouw rode... als je een error krijgt, zie je ergens een rood vierkantje waar die zegt... Hé, dit snap ik niet. Nou, als ik hem nu aanzet en ik ga naar beneden... Zul je zien dat de bal afketst. Het nadeel is nu... Mijn bal ketst af uit het scherm. Als ik op dit moment als mijn bal maar genoeg naar beneden gaat... Dan gaat hij mijn scherm uit. En dat willen wij niet. Wat wij gaan doen is wij gaan randen maken aan de zijkant. Aan de bovenkant en de onderkant. Waar mijn bal ook op kan afketsen. Nou, om dat te doen gaan we weer een animatie maken. Dus ik wil jullie vragen om weer terug te gaan. Ja, weer een nieuwe animatie gaan wij maken. Ja. En... Dan een nieuwe animatie die je zelf gaat tekenen. En die gaan we weer resizen. En de breedte gaat 400 zijn. En de hoogte gaat 5 zijn. De breedte gaat... We maken een nieuwe animatie. Maak een nieuwe animatie. Ja, maar voor mij dat die bal niet. Als ik hem neerkom, dan krijg ik Kijk, dan zul je toch even moeten kijken bij je code. Hij geeft daar in het rood aan wat de fout is. Dan moet je klikken op die waar jij bal hebt staan tussen aanhalingstekens, op dat driehoekje, en daar de bal uitkiezen. Dan moet je even herladen. Maar ik ga nu even... Oké. Kijk even terug. Of desnoods herprogrammeren. De breedte moet dus 400 zijn. De hoogte 5. En dan resizen we. Dan krijgen we een streepje inderdaad. In principe is dit genoeg. Maar mijn ervaring van vorig jaar is dat leerlingen met een onzichtbare muur het wat lastig vonden. Dus we gaan even die muur opvullen. En je mag zelf beslissen in welke kleur dat is. Dus vul die muur op alsjeblieft. Zorg dat daar een kleur in komt te staan. En vervolgens noemen we de animatie muur. Ja, vul hem op met een kleur. En hernoem je animatie met muur. Het probleem is dat jij nou ook edge sprites aan de rechter en linkerkant her hebt. Dus dat betekent dat we dadelijk niet kunnen scoren. Dus ik snap wel, ik krijg hier de vraag, meneer, we kunnen edge sprites maken. Klopt, je kunt edge sprites maken, maar als je edge sprites maakt, kunnen we die niet genoeg. We willen dadelijk dat als die bal op een bepaalde plek komt, dat wij een score krijgen. Dus daarom werken we niet met edge sprites. Oké, dan nu. Nu we dit gedaan hebben, gaan we terug naar code. En gaan we helemaal naar bovenin. Ik wil dat jullie en daar ga ik jullie zelf 2 minuten de tijd voor geven. Ik wil dat jullie 2 sprites aanmaken. De ene genaamd muur 1. De andere genaamd muur 2. En de ene komt op plek 200, 400 te zitten en de andere op 200, 100. Ik zal die waardes op het bord zetten. Dus ik wil dat jullie nu zelf, probeer nu zelf eens die sprites aan te maken. Dus je maakt 2 sprites. De ene heet muur 1. De andere heet muur 2. De ene komt op 200, 400. De andere op 200 en 0. Vervolgens moet je dus zorgen dat de animation
van muur aangewezen krijgt. En je moet ervoor zorgen dat mijn bal afketst op die muur. Ja? Ik geef jullie 2 minuutjes de tijd daarvoor. Maak nu zelf. Denk wat we tot nu toe ook gedaan hebben. Zet hem maar eens aan. En kets die dan af. Nee, hij kets nog niet af, dus wat moet jij nog doen om hem af te ketsen? Nog 1 minuut, dan neem ik het antwoord met jullie door. Zorg dat hij ook afketst, hè? Ja, want wanneer heb jij een animation gezet? Voor die muren. Je moet wel de animation zetten natuurlijk voor die muren. Ja. Dat is goed. Maar je moet wel, ja, nu moet je de code erin gaan zetten om te zorgen dat hij dat gaat doen. Ja, dat is. Ja, nou, de zendstaat daar is zo. Ja, hij zat gewoon vast. Je moet wel verbazen. Nou, dus, key down, jij key down. Oké, kom, staat er niet. Wel, je hele spatie één keer. Die gaan er doorheen. Wat een mooie muur. Wat is er mis met die muur? Zorg dat je niet geen spaartjes. Die muur moet wel langer zijn. Kijk goed. Zie je dat hier aan de steek staan? Dus ja, daar zit het. Het is toch tijd. Ik ga met jullie het antwoord doornemen. Dus doe dit mee. Het idee was om als allereerste 2 bij sprites, helemaal bovenin, weer 2 create sprites te maken. Ja. Want als we een sprite willen maken, pakken we 2 create sprites. De ene noem ik muur 1. En ik had op het bord al gezet de x en de y-waarden, 200, 400. En de y-waarde en bij de tweede, muur 2, is hij 200 en 0. Vervolgens, want sommigen zeiden toen, kijk als je dit aanzet, dan zie je dat er hier 2 grijze blokken komen. Maar wij willen die 2 grijze blokken, wij moeten die animation zetten. We moeten zorgen dat er een animatie aan die sprite is toegevoegd. Dus wij pakken die 2. Wij pakken 2 van die set animations. En die zet ik dan vervolgens op muur. Dus muur 1.setAnimation moet muur zijn. En muur 2.setAnimation moet op muur gezet worden. Zodan dat hebben. Nu hebben we dus. En de variabele sprite aangemaakt. En we hebben de animatie gezet. Als ik hem nou aanzet, zie ik boven en onderin een klein streepje. Maar
We wilden deze animaties hebben om te zorgen dat onze bal daarop afgeketst kon worden. Dus, ja? Ja, we willen weer twee keer zo'n bounce-off hebben. Wij willen namelijk dat onze bal afbounced op muur 1. En wij willen dat onze bal afbounced op muur 2. En als ik hem nou aanzet, zullen we zien... mijn balletje begint nu af te ketsen op die muren. Oké. Nou, nu we dit allemaal gedaan hebben, hebben we dus wederom een probleem opgelost. We hebben gezorgd dat onze bal door ons veld heen kan. Wat we nu willen, want als op dit moment is het zo, dat als mijn bal voorbij de paddles komt, dan is hij weg. Ik wil dat mijn bal teruggaat naar het midden en herstart het moment dat die bal voorbij het scherm komt. Dus, hoe kunnen we dat inprogrammeren? We gaan een if statement maken. We gaan namelijk testen, kijken of de bal voorbij de x is 0 komt. Dus, wat typ ik in? Ik wil kijken of de... Dus ik pak een if statement. En dan typ ik in... If bal.x is kleiner dan 0. Dus zo'n pijltje naar bal.x. Dus als de bal.x, als die x-waarde kleiner is dan 0. Dan wil ik dat die teruggaat naar het midden. Nou, wat doen we dan? Dan gaan wij dus de x- en y-waarde van de bal gaan wij aanpassen. Dus ik ga naar sprites toe. Ik pak een sprite.x en ik pak een sprite.y. En die zet ik allebei op 200. Ik wil dus dat als de bal.x kleiner is dan 0, dat betekent dus dat die voorbij mijn pedal is gekomen, dan wil ik dat de x- en y-waarden weer 200 worden. En als ik hem nou aanzet, zien we, het moment dat mijn balletje nu voorbij de pedal komt, dan vliegt hij terug naar het midden. Yes, dit is goed gegaan. Ditzelfde willen we nu gedaan krijgen voor de andere kant. Wij willen ook dat als die x-waarde groter wordt dan 400, dat die weer teruggaat naar een bal.x 200 en een bal.y 200. Dus, wij pakken weer een if-statement erbij. Wij typen in bal.y groter dan 400, dus het pijltje wijst nu naar de 400 toe. Bal.x, mijn excuses, ik maak een foutje, dit moet bal.x zijn. Als de bal.x groter is dan 400, dan moet die ook weer terug naar 200. Ik wil dat jullie nu dat inprogrammeren. Dus bedenk nu eens zelf, wat moet ik nu erbij pakken om te zorgen dat die terug naar het midden gaat? En ik zie gelukkig al een heleboel van jullie de juiste blokjes pakken. Want natuurlijk moeten wij weer bij sprites zo'n sprite.x en een sprite.y hebben. Wij willen dat de bal.x 200 wordt. Als die grotere, als de bal voorbij de x-waarde 400 komt. En de bal.y moet groter worden. Moet 200 worden. Dus als ik hem nou aanzet en ik doe niks, zullen we zien dat hij elke keer herstart. Ook als die
aan de andere kant komt. Dus, we hebben echt al heel veel gedaan. We hebben gezorgd dat onze paddles bewegen. We hebben ervoor gezorgd dat onze bal beweegt. We hebben ervoor gezorgd dat hij kan afketsen op de zijkanten. En we hebben ervoor gezorgd dat hij zichzelf reset. Dan moet je als hij... Oké, dames en heren. Als hij vast blijft zitten op een wit scherm, moet je even de pagina herladen. Want hij... Daar zit een rood... Waar jouw rode vierkant zit, heb je een fout. Er zit een rood vierkantje, daar zit een fout. Oké. Nou, we willen nu natuurlijk ook een score gaan maken. Wij willen een score gaan maken en die willen we op ons scherm zetten. En om een score te kunnen maken, moeten we variabelen hebben. Dus ik wil dat jullie naar variables toe gaan. En we gaan onder die create sprites variabelen, plakken we twee var x blokjes. Onder de var x is, en de ene noemen we score 1. En die zetten we op 0. En de andere noemen we score 2. En die zetten we op 0. Dus we hebben nu twee scores gemaakt. De ene is score 1, die is 0. En de andere is score 2, die is 0. En nou willen wij die scores willen wij mooi in ons scherm zetten. Wij willen zorgen dat die getekend worden in ons spel. Dat betekent dat wij een tekst willen tekenen. En als wij een tekst willen tekenen, dan willen wij naar drawing toe gaan. Drawing. Vervolgens ga ik helemaal naar onderin mijn programma en pak ik twee van die tekstblokjes, tekststring x, y, en plak ik onder bounce off. Ja? Ik ga helemaal naar onderin en doe ik twee tekstblokjes. Twee tekstblokjes. En nu haal je niet alleen de tekst weg. Je haalt ook de aanhalingstekens weg. En we typen dan in score 1. Dus je gaat nu niet alleen bij tekst dat tekst weghalen. Je haalt ook de aanhalingstekens weg. En bij de ene typen we dan in score 1 en bij de andere score 2. Namelijk, in dit programma is het mogelijk om een variabele als tekst neer te zetten. En als ik de naam van die variabele daarin zet, dan vertaalt hij de score die erin zit, dus de waarde die daarin zit, vertaalt hij naar een stukje tekst. Nou, één momentje. Dan, de x-waarde van tekstscore 1 is 20 en y is 40. Dus van score 1, score 1 is 20, 40. Dit heb ik gevonden door even wat te oefenen, gewoon te testen. En de score 2 is 360, 40. Ik zal zo uitleggen waarom we 360, 40 gebruiken. Jij mag hem op 380 zetten hoor. Daar heb ik niet zo'n probleem mee. Onze tekst, als we hem nu aanzetten, zullen we zien dat onze scoren echt mega klein getekend worden. Bijna niet zichtbaar. Even als je op wit blijft hangen, even je pagina. Maar ik heb hier al een blauw blok. Ik ga zo weer een keer rondlopen. Kijk even desnoods terug in de stream, alsjeblieft. Omdat onze tekst nu heel klein getekend is, willen wij onze tekst, wij willen ze hem groter maken en misschien ook een andere kleur. Nu hoeven we dat maar één keer te doen. Wij tekenen maar één keer tekst. Dus wij hoeven nu maar aan het begin van ons programma eigenlijk alleen maar die tekst size te veranderen en de tekstkleur te veranderen. Dat scheelt ons namelijk rekenkracht om dat niet iedere frame te doen. Dus aangezien ik dit maar één keer hoef te doen, kan ik voor de function draw, kan ik de tekst size veranderen. En de tekst size die veranderen we naar 40. En de fill color
Ik zet hem op yellow. Je mag hem op een andere kleur zetten. En als we hem nou aanzetten, zullen we zien dat we in één keer een stuk groter twee scores in ons scherm krijgen. Oké. We hebben onze scores, maar er gebeurt nog niks. Die blijven nul. We willen natuurlijk dat die scores omhoog gaan als er iets gebeurt. Wanneer moet de score omhoog gaan van speler 2? Waar in mijn programma, hier, moet die score eigenlijk omhoog gaan? Ik maak ergens al een check. Wanneer moet mijn score met 1 omhoog gaan als die... De bal... Of beschrijf... Wie kan het voor mij beschrijven? Wanneer moet deze 1 omhoog gaan? Als een balletje buiten het veld. Als die buiten het veld is. Als mijn rechterscore moet met 1 omhoog... Als mijn balletje aan de linkerkant uit het scherm gaat. Waar in mijn code gaat mijn... check ik dat al? Ik check al ergens of die links uit het scherm gaat. Dat staat al bij... kleiner dan 0. Perfect. Ik check al of mijn balwaarde, die x-waarde, kleiner is dan 0. Die check ik. Dus daar wil ik ook mijn score aan gaan passen. Dus ik ga naar die if bal x is kleiner dan 0. Ik pak bij variables het derde blokje. Die plak ik eronder. En dan zeg ik dat de score 2 wordt score 2 plus 1. Dus dan pakt hij die score 2 waarde. En daar telt hij eentje bij op. Ja, inderdaad, we willen natuurlijk ook dat als die aan de andere kant er langsaf gaat, dat de andere score 1 omhoog gaat. Ja, heel goed. We beginnen tegen het einde aan te komen van wat ik uit wil leggen ook op stream. Daarna gaan jullie zelf nog aanpassingen maken. Dus voor degenen die nu nog even vastzitten, proberen terug te kijken in de stream. Ik denk dat het nog maximaal 20 minuutjes duurt en dan ga ik rondlopen. Oké. Dus, wij willen ook bij die andere check, als de x-waarde groter is dan 400, dan willen wij de score 2 aan gaan passen. Dan moet score 1 moet dan aangepast worden. Score 1 plus 1. En nu, als ik hem aanzet, zullen we zien dat zodra mijn rode blokje voorbij dat ding komt en terug gaat naar het midden, dan gaat mijn score met 1 omhoog. En als je aan de andere kant er langs afgaat, dan schiet van mijn andere speler die score 1 omhoog. Nice. Oké. Nu, we zijn al echt ver. We hebben al heel veel gedaan. Wat willen we nou nog gaan doen? Op dit moment is het zo dat we altijd dezelfde richting hebben. We hebben altijd dezelfde richting. Het is wel leuk om die richting soms een beetje aan te passen. Daarvoor hebben we het ding genaamd random. We gaan terug naar boven. We gaan naar ongeveer regel 13 toe. Daar zetten wij de set speed and direction. En die staat op dit moment op 135. Wij gaan naar math toe. En wij pakken het blokje random nummer. Wij plakken het blokje random nummer. En die zetten wij in het stukje waar op dit moment 135 staat. Wij willen namelijk een random getalletje gaan pakken. Random nummer zegt dat ik een minimumwaarde heb en een maximumwaarde. En de computer pakt voor mij een random getal tussen die twee waardes in.
En jullie mogen daar intypen 120 als de kleinste waarde. En 170 als de grootste waarde. Dus nu is de direction van mijn balletje is nu een beetje gerandomized. Die is elke keer als ik hem aanzet, en dat kun je zelf even testen, is net iets anders. Elke keer gaat hij met een net iets andere hoek. Is natuurlijk wel wat leuker. Oké. Nu we dat gedaan hebben voor onze begin, willen wij dat ook gaan doen voor als die opnieuw begint. Als iemand gescoord heeft en hij moet terug in het midden worden gezet. Dus ik ga naar mijn check van if. Weer als mijn x-waarde kleiner is dan 0. En nu ga ik weer naar sprites toe en ik pak zo'n set speed and direction. En die plak ik onder dat score 2. En vervolgens zeg ik dat de bal.set speed and direction. De speed mag nog steeds 4 zijn. Julian. Nee, die zit in Julian Prinsen? Ja. Okay. Oh, ik heb ze dadelijk, dus zal ik. Ja, nee, maar dat moet weg. Oké, ja. Oké, de speed is dan 4. En de direction, daar willen we weer een random getal van maken. Dus, ik ga naar math toe. Ik pak zo'n math random nummer en plak die op de plek waar nu 90 staat. En dan wil ik... ik vind het wel fijn dat als de 1 gescoord heeft, dat hij vervolgens de andere kant op gaat. Dus nu ga ik hem de direction ga ik zetten... Tussen, even kijken, tussen 0 en 35. Dus als ik hem dan aanzet en hij scoort, bop, dan vliegt hij de andere kant op. Ja, dus als ik hem nu, jij moet je bal nog intypen. Zorg wel dat bal.setSpeed and direction. Datzelfde gaan we ook doen voor die x is groter dan 400. Set speed and direction plak ik onder die score 1. En ook daar weer geef ik een speed van 4 op. En een random getal. En dit keer is dat random getal weer 120 tot 170. Oké. Nu. Hoeven we nog eigenlijk maar één ding te doen. En dat is de bal steeds sneller te laten gaan. Zodat het steeds moeilijker wordt om het balletje in het veld te houden. En daarvoor gaan we nog één keer die set speed and direction pakken. En die plakken we helemaal onderin. Op onze onderste lijn. En dan wordt het even lastig. We zeggen, ik ben ook live aan het streamen, dus... Oh, sorry. Maakt niet uit, je vraagt maar dat je weet dat dit komt op, ze komt ook op YouTube, dus... Oh, dat, okay. Is dit waar de klas zit? Dit is D1B. Ah. Oh, sorry, D1A, mijn excuses. Ja. Dus, Zij zitten bij, ook bovenin, bij... Okay. Ja, dan weet ik wel. Oké, okay. We gaan de speed and direction zetten. En als eerste gaan wij zeggen dat de direction... Die willen wij hetzelfde houden. Dus ik pak het blokje getDirection. Sprite.getDirection. En die plak ik bij mijn 90. Dus dan krijg je bal.setSpeed and Direction. Op dit moment nog even 1. En dan zeggen we bal.getDirection. Dus wij zetten de snelheid en de richting. Maar in die richting die willen we hetzelfde houden. Dan pakken we even bij Math... Pakken we een plusblokje. En die plakken wij waar nu de 1 staat. Ja. En vervolgens bij sprites zeg ik get speed. Bal.getSpeed. En die plak ik in mijn eerste van mijn oranje blokje. Dan zeggen we hier...
bal.getSpeed. En dan mag je er anders achter zetten. Plus 0.01. En wat doet dit nou? Aan het einde van mijn frame check ik. Ga ik de speed and direction veranderen van mijn balletje? Door de speed te pakken en daar 1/100ste bij op te tellen. En de direction te pakken en die hetzelfde te houden. Dat is wat dit doet. En als we dit aanzetten, dan zul je zien dat hoe langer dit beweegt, hoe sneller het balletje gaat. En dat betekent dus dat het ook steeds moeilijker zal gaan om het te bewegen. Oké. Okay. Oh, ik zei dat dit laatste was. Ik wilde nog één ding doen. En dan ga ik jullie aan... ik wil nog geluid toevoegen. Daarna gaan jullie zelf de rest van de les aanpassingen maken aan dit... aan dit programma. We gaan namelijk één geluidje toevoegen. We gaan helemaal naar boven. En we gaan een if statement toevoegen. We gaan namelijk checken of mijn balletje een speler raakt. Wij gaan een check erin zetten alsof mijn bal de speler raakt. Nou, en daarvoor hebben wij bij sprites hebben is touching. We hebben de ding is touching. We kunnen zeggen of de bal is touching speler 1. Dus als de bal speler 1 aanraakt, dan wil ik een geluidje hebben. Dat doen we bij world. Dus if bal is touching speler 1, dan wil ik play sound hebben. Dus ik pak bij world, pak ik het play sound blokje. En vervolgens kan ik hier op het driehoekje drukken. Een keuze maken. En pak even accent en gewoon de allereerste. Puzzle game accent. Ah. Choose. En als ik hem nou aanzet. Dan hoor je klop. Oké, de opdracht voor jullie nu is... 1. Ik wil dat als hij de andere speler aanraakt, dat hij ook een geluidje maakt. Dus jij moet nog een if statement maken voor de andere speler. Dat is de eerste opdracht. En daarna ga je zelf verder dingen toevoegen aan dit spelletje. Daar hebben jullie nog 40 minuten de tijd voor. Denk aan misschien een tussenlijn. Een lijn die middenin er doorheen loopt. Zodat je precies weet wat de ene helft is en wat de andere helft is. Je kunt aan denken dat er een muziekje op de achtergrond speelt. Je kunt zulke dingetjes, die kunnen jullie aan gaan passen. En daar hebben jullie dus de rest van deze les de tijd voor. Ik ga de stream stopzetten. En ga rondlopen om leerlingen te helpen.